regelmatig paard en ben je toe aan een volgende stap? Haal dan je ruiterbewijs en word een ruiter die de basisbeginselen van het paardrijden goed onder de knie heeft, weet hoe een paard verzorgd moet worden en veilig op de openbare weg en in het bos kan rijden. Het ruiterbewijs is onmisbaar voor iedereen die paardrijdt. Want zeg nou zelf, jij stapt toch ook niet op de brommer of in de auto zonder rijbewijs? De vernieuwde opleiding bestaat uit een theorie- en een praktijkgedeelte en wordt afgesloten met een examen. Bij de theorieles leer je over de omgang en verzorging, het rijden zelf en natuurlijk over verkeersregels. In de praktijkles doe je onder andere rijvaardigheidsoefeningen, ga je springen en krijg je obstakeltraining. We hebben net geslalomd. Ik vind dat je daar heel goed van leert sturen. Verder hebben we net ook gesprongen. Dat is voor mij alweer echt een heel tijdje geleden. Maar ik vond het echt een hele leuke les en ik vond het zeer leerzaam. Het mooie aan deze opleiding is dat alles samenkomt. Een stukje algemene kennis en omgang met het paard, maar ook theorie. Ze leren veel tijdens de opleiding en ik geloof in mijn dochter dat ze alles aan kan en dat ze straks met vriendinnen buiten kan rijden. Het examen begint met een theoriegedeelte waarbij multiple choice vragen worden beantwoord. Dat ging goed en nu ga ik mijn pony opzadelen. Het praktijkexamen bestaat uit twee onderdelen. Tijdens het eerste onderdeel laat je je rijvaardigheid in de rijbaan zien. Je springt een aantal hindernissen en doet een obstakeltest. Daarna ga je de openbare weg op. Dan wordt gekeken of je duidelijk richting aangeeft, hoe je omgaat met de overige weggebruikers, of je de verkeerssituaties goed inschat en of je je paard goed onder controle hebt en houdt. Ik vond het examen best spannend. We hebben over een zeil gestapt en onder een boog met slingers doorgereden. De opleiding is heel leuk. De verkeersregels zijn me weer helderder geworden en als ruiter ben ik weer handiger. Er zijn verschillende manieren om het ruiterbewijs te halen. Afhankelijk van je ervaring kun je direct examen doen of eerst een leuke en leerzame opleiding volgen die je op het examen voorbereidt. Die opleiding volg je bij een KNHS-vereniging of FNRS Ruitersportcentrum bij jou in de buurt. Wil je weten waar je de opleiding kunt volgen? Kijk dan op www.ruiterbewijs.nl.